Ik ben Marlies de Groot en ik ben promovenda aan de Universiteit van Tilburg op het project Political Apologies Across Cultures, oftewel politieke excuses in verschillende culturen. Binnen dit project behandelen wij verschillende vraagstukken, waarvan ik er vandaag één met u wil bespreken. En dat is de vraag, hoe moeten wij omgaan met een belast verleden? Oftewel, hoe moeten landen omgaan met verschillende mensenrechten schendingen die hebben plaatsgevonden en zowel het recente als het verre verleden. Om te beginnen wil ik u mee terugnemen naar 1 juli 2020, waar tijdens het Kamerdebat over institutionele racisme premier Rutte aangaf dat er voorlopig geen excuses zullen komen voor het Nederlandse slavernijverleden. Want, zo redeneert Rutte, excuses vormen een risico dat de samenleving verder polariseert. Want waar de een vindt dat excuses al lang en breed hadden moeten worden gemaakt, speelt bij anderen de vraag of we nu nog verantwoordelijkheid dragen voor de leed van toen. De meningen verschillen dus. En het is precies deze meningsverschil, deze discussie, waarin wij geïnteresseerd zijn. Niet of mensen in Nederland wel of geen excuses voor het slavernijverleden steunen, maar meer in een bredere zin. Wat vinden mensen van politieke excuses? Worden ze gezien als een goede manier om met een belast verleden in het reinen te komen? Als we kijken naar de afgelopen jaren, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door mijn collega's dat politieke excuses steeds populairder zijn geworden. In de afgelopen 20 jaar alleen al zijn er meer dan 245 excuses aangeboden. Ze zijn in een zekere zin een internationale norm geworden en maken onderdeel uit van het zogenaamde toolbox of gereedschapskist met maatregelen die door het internationale politiek wordt gestimuleerd. Denkt u daarnaast aan excuses, ook aan tribunalen of herstelbetalingen of waarheidscommissies. Maar het is onduidelijk in hoeverre deze maatregelen ook worden gewaardeerd door mensen in het algemeen. Uit verschillende casussen blijkt dat de perspectieven over de nut en waarde van deze maatregelen nogal kunnen verschillen. Als we kijken naar excuses bijvoorbeeld, zien we dat de beroemde knieval van oud-bondskanselier Willy Brandt in 1970 bij een monument voor de slachtoffers van de opstand van de ghetto in Warschau internationaal zeer gewaardeerd werd. Daarentegen zijn er meerdere excuses aangeboden door Japan voor de zogenaamde troostmeisjes in de jaren 90, maar ook in 2015, minder gewaardeerd. Integendeel, ze worden nog altijd als onvoldoende en onacceptabel beschouwd. Dus hoe zit dat nou? Aan de ene kant zien we deze maatregelen, waaronder excuses, een internationale norm zijn geworden. Het is iets wat landen zouden moeten doen. Aan de andere kant zien we dat de meningen hierover nogal verschillen. Er is tot nu toe nog maar weinig onsystematisch onderzoek gedaan naar wat mensen in verschillende landen hierover denken. Vinden mensen het belangrijk dat landen proberen fouten uit het verleden te herstellen? En zo ja, op welke manieren kunnen landen het herstellen? Zien we overeenkomsten in wat mensen denken? Of zien we juist verschillen? Met deze vragen in ons achterhoofd hebben wij het volgende onderzoek uitgevoerd. We hebben 284 interviews afgenomen met verschillende mensen. Mannen, vrouwen van 18 tot 90 jaar uit zowel stedelijke als rurale gebieden met verschillende opleidingsachtergronden in 8 zeer diverse landen verspreid over de hele wereld. En aan al die mensen hebben dezelfde vragen gesteld. Namelijk, als u denkt aan een situatie waarin een land een groep mensen iets heeft aangedaan, is het belangrijk dat een land het weer goed maakt? En op welke manieren kan een land het weer goed maken? Als we kijken naar de eerste vraag, is het belangrijk dat een land het weer goed maakt? Dan is over het algemeen het antwoord ja. Voor sommigen is het zelfs zo overduidelijk dat de vraag overbodig wordt gezien, zoals bij deze vrouw uit Burkina Faso. Maar bij anderen ligt het wat genuanceerder, zoals bij deze man uit de Verenigde Staten, die aangeeft dat het bijna onmogelijk is om het weer goed te maken. Maar desalniettemin is het wel belangrijk. Want als je het leed negeert, wordt het alleen maar erger. En deze beredenering zien we vaak terugkomen, zoals ook bij deze vrouw uit Jordanië, die aangeeft dat als we de problemen uit het verleden niet oplossen, ze enkel worden overgedragen aan de volgende generatie. Dus dat roept de vraag op, wat moet er gebeuren? Op welke manieren kunnen landen het weer goed maken?
En wat we zien is een brede scala aan antwoorden. Waaronder excuses en dialoog en samenwerking als een vorm van verzoening worden vaak genoemd. Maar ook herstelbetalingen als een vorm van vergoeding. Wat hier vooral belangrijk is, is dat de meeste mensen niet één oplossing noemen, maar meerdere. 2, 3 of zelfs 4. Het wordt dus gezien als een multidimensioneel proces, waar verschillende oplossingen bij te pas komen. Maar het is ook in dit proces dat we verschillen zien tussen de verschillende landen. Want in verschillende landen ligt de nadruk op verschillende oplossingen. Zo zien we bijvoorbeeld dat excuses vooral in Burkina Faso terugkomen, waar het traditiegetrouw dé manier is om met problemen om te gaan. In Costa Rica, Indonesië en Japan ligt de nadruk vooral op dialoog en samenwerking. En beide excuses en dialoog en samenwerking kunnen gezien worden als een manier om te zorgen dat sociale relaties worden behouden en gerepareerd. In Jordanië, Nederland, Polen en de VS ligt de nadruk vooral op herstelbetalingen, dus op de materiële kant. Om het weer even voor u samen te vatten. We zien zeker overeenkomsten in wat mensen in verschillende landen denken. Mensen vinden het belangrijk dat landen in het reine komen met een belast verleden. En mensen zien dit als een multidimensioneel proces met verschillende oplossingen. Maar we zien ook verschillen. De combinatie van oplossingen kan verschillen. In sommige landen ligt de nadruk meer op het geven van materiële steun, terwijl in andere landen ligt het op het repareren van sociale relaties. Maar we blijven ook met wat vragen achter. Want juist de meest genoemde oplossingen, waaronder excuses, maar ook bijvoorbeeld herstelbetalingen, blijken in de praktijk juist vaak controversieel. Zoals we in het begin al zagen. En het is mogelijk dat de context van de situatie dit mogelijk deels kan verklaren. Maar dat is een vraag voor een andere keer. Voor nu wil ik u hartelijk danken. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan wil ik u graag doorverwijzen naar onze website. Of volg ons op Twitter. Of als u nog vragen heeft, dan kunt u me altijd mailen. Ik dank u vriendelijk.